Wat we gaan zien is een romantische film over iemand die op zoek is en die eigenlijk een clash heeft van drie verschillende werelden dat hij plotseling in terechtkomt. En ik vind het super schoon dat strakke business wereldje erin zit, maar tegelijk ook de super Vlaamse, het typische Vlaamse dorp ofzo. Dat die combinatie ziet er heel schoon uit, ook op beeld letterlijk. Dat is heel schoon om die twee naast elkaar te zetten. Eerst en vooral, het is een romantische film. Het is een liefdesverhaal over twee mensen die uit compleet verschillende werelden komen. En die bij elkaar wel eindelijk vinden wat ze zoeken of zo. Maar de film volgt dus vooral Jamie, de hoofdrolspeler. En hij is eigenlijk een personage dat wakker geschud wordt als hij plots in die volksere en warmere omgeving terechtkomt die ons Vlaams dorp eigenlijk probeert te zijn, eigenlijk is. En wat we proberen te doen is eigenlijk iemand die plots echt thuis komt. Ik denk dat het is heel romantisch. Wij kennen eigenlijk twee soorten Dominique. De vroege Dominique die had zo'n scherp kantje, en de latere Dominique, iedereen beroemd, Firmin, ja. Die draaide toegankelijkere films, die ook kwalitatief waren en gelijk. Welke soort Dominique krijgen we hier aan het werk? Het is volgens mij meer de Dominique in zijn latere periode. Hij heeft geprobeerd om een toegankelijke film te maken die van een heel hoog niveau is, volgens mij. Ik denk dat het een film is die een heel breed publiek kan hebben, die heel veel mensen kan raken op verschillende manieren. En dat vind ik als actrice ook heel fijn om in zo'n project te staan. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat is om in zo'n film te spelen, hoe dat reacties dan gaan zijn of hoe dat er plots wordt gekeken naar u of zo. Dat vind ik heel spannend. Maar het is volgens mij wel echt een film die veel mensen zal kunnen bereiken en hopelijk toch wel populair wordt. Ik denk dat dit toch wel in zich heeft om dat te zijn. Het is mensen kijken graag naar de schone romance en dat is het echt geworden. En in combinatie met heel die setting van die duiven en heel die duivenmelkers zien. Ook als we aan het draaien waren, zijn er ook echt duivenmelkers op set geweest. En heel die cult die daar rond zit is echt is enorm charmant. Dat heeft iets super schattig in zich eigenlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen kan plezieren wat we gemaakt hebben. Ja. Zeg, en heb jij alleen in België gedraaid of ben je meegeweest naar het buitenland? Die heeft een... Nee, ik ben echt de Vlaamse. Ik vind het super jammer dat ik niet mee kon naar Achterwerden. In Dubai hebben ze gedraaid volgens mij. Maar daar paste ik natuurlijk niet in het decor. Nee, ik heb gewoon... we hebben gedraaid in West-Vlaanderen op 3 verschillende locaties. Maar wel heel schone plekken. Vlaanderen is echt schoon, hè. Fantastisch. Nee, ja, maar ik ben binnen Vlaanderen moeten blijven. Dus, in Duivenkot? Ja, in Duivenkot onder andere. En heb jij de meeste van je scènes met die Jamie Dornan? Of heb je ook scènes met Jan Decleir? Dus Jan Decleir speelt mijn grootvader. En, dus ik heb met Jan Decleir een aantal keer gespeeld met ons twee, wat dat gewoon super was. Josse de Pauw heb ik ook mee gespeeld. En dan vooral met Jamie, omdat wij worden verliefd op elkaar en we leren elkaar kennen. En, dus het is vooral met Jamie dat ik gespeeld heb ook. En dan met Jan Decleir en Josse de Pauw in het Nederlands? Of? Ja, sowieso. Ja, dus het is eigenlijk, ik spreek alleen maar Engels als die businessman daartoe komt natuurlijk. Maar het was fantastisch om met koppen als Jan Decleir en Josse de Pauw, ook Viviane De Muynck doet er mee. Als ik hoorde wie dat er mee deed, had ik echt zoiets van, yes. Ah yes. Echt een eer om daartussen te staan en ja, echt super. Wij zouden zeggen, maar jij, yes. Dat begint al, hè? Internationale carrière. Ja. Voilà. Ja, maar ja, is er zo'n beetje de hoop van, misschien, hè, het is mijn internationale acteur of... Maar ja, wie hoopt dat niet? Ik bedoel, het zou raar zijn als ik er nu sta te zeggen dat je dat niet hoopt. Maar het ding is, ik heb gewoon zo'n ding dat ik... ja, ik zie wel. En ik ben gewoon voor het moment echt aan het doen wat ik wil doen. Dus dat is een enorme luxe. En dat is gewoon fantastisch. En stel dat daar nog... dat daar iets groters uit de bus komt, dan is dat zo. Maar als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Want ik voel ook dat er... ja, er is genoeg schoon... Ik weet niet. Ja, ik ben op dit moment niet zo... Er is niet zo'n grote droom dat ik denk, dat wil ik echt bereiken of zo. Ik ben gewoon bezig met wat ik wil doen en ben daar vrij blij mee.